Vermeijeren in Bornem is een echt familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar speculaas maakt. De afgelopen 25 jaar wordt een heel deel van de koekjes ook biologisch gemaakt. Het verschil met een conventioneel koekje en een biologisch koekje ligt hem erin dat de grondstoffen waarmee het koekje wordt gemaakt, dat die biologisch zijn. Wat betekent dat? Die grondstoffen zijn biologisch geteeld, zonder synthetische bestrijdingsmiddelen, met respect voor de natuur, dierenwelzijn, ecologie. Dat is een heel gamma van aspecten die dat eraan vasthangt. Vermeijeren is voor minister-president Chris Peeters, die ook bevoegd is voor landbouw, een voorbeeldbedrijf op het vlak van biologische producten. Met een nieuw plan voor de biologische landbouw wil Peeters de sector nog verder versterken. Zo is er extra aandacht voor de voedingsindustrie en de distributie. Het afgelopen jaar is de kaap van de 300 biolandbouwbedrijven overschreden. En dat moeten er in de toekomst nog meer worden. We zullen daarbij komend nu de verduurzaming van onze landbouw aan toevoegen, dat biolandbouw echt een voorbeeld kan zijn voor andere landbouwbedrijven. En we zullen natuurlijk ook nog meer dan in het verleden de accenten en de nadruk leggen op die bioproducten. Want wat is het punt? Wij produceren al heel wat bioproducten, maar nog altijd te weinig. We moeten nog altijd producten invoeren vanuit het buitenland. En dit is toch wel een opportuniteit voor onze landbouwers, maar ook voor onze bedrijven in de voedingsindustrie om ook bioproducten hier in Vlaanderen te produceren. Hoewel biologische producten iets duurder zijn dan de gewone, blijkt dat bijna 9 op de 10 mensen wel eens dergelijke producten koopt. In het nieuwe actieplan wordt er ook ingezet om de mensen nog meer te sensibiliseren over bioproducten en hun koopgedrag te beïnvloeden.